De belangstelling voor de muziek uit Oost-Europa en de Balkanlanden groeit de laatste jaren sterk. Je kan bijvoorbeeld in de Amsterdamse Paradiso steeds vaker horen over de Zigeunernachten, de Russen disco, de Balkansfing. Oeh, dat is neutraal, hè? In de Balkanmuziek is de juiste zangtechniek heel belangrijk. Met een gewone stem kan je niet de Balkanmuziek zingen. De twang en de curbing en de juiste zangtechniek moet je aanleren. Als je zegt 1, 2, 3, 1, ja, die gaan we gebruiken. Dezelfde ding. 3, 1. Men wordt razend enthousiast over deze muziek. Omdat het is nieuw, het is wild, het is iets totaal anders. Het geeft hen kracht en bevrijdt ze en het zweept ze op. De mensen die in mijn koren zingen of aan mijn workshops komen, zijn meestal mensen die zich willen verdiepen in de Balkanmuziek en zang. En er komen ook beginners of mensen zonder enige kennis van de muziek. Maar ook zoals de mensen die voor een professionele muziekopleiding kiezen. Wat is typerend aan de Balkanmuziek? 1 is zangtechniek. De ritme, 2. De toonladers, 3. En de stijlvormen tekst. Op een gegeven moment zei Julia ook van dan wordt 4/4 en 3/4 wordt een beetje saai. Maar dat is eigenlijk ook wel zo, want het is heel verrassend. En heel fris. Ja, en heel onverwacht of zo, heel muzikaal. Ja. En eigenlijk, al is het, zijn heel veel harmonieën, ben je best wel gewend, zeg maar, het wordt toch iets totaal nieuws. Alleen maar omdat het ritme, zeg maar, zo gewijzigd wordt. Ja. Dat is op zich ook wel heel nieuws. Er bestaan in principe geen grenzen tussen de traditie en de cultuur. Wat het omging in de meeste oorlogen is dat de mensen proberen een grens te stellen en die bestaat niet. En dat zie je in de muziek terugkomen. Er bestaat geen uitsluitend Turks of Servische lied die alleen van hun eigen is. Als je daar op zoek naar bent, dan ben je verkeerd bezig. Het is zinloos. 3, 4. Want de cultuur en de traditie lopen onvermijdelijk in elkaar over. En het is niet te voorkomen.